Politie pakt bewoner uitgebrand huis op. Oegstgeester team voltooit Europa Run. En een boekje over Leidendorpse basisschool uitgebracht. Welkom bij het Unity TV-nieuws van dinsdag 26 mei. In Leiden is een aanhouding verricht vanwege de brand in de Seringenstraat. Het gaat om de bewoner van de uitgebrande woning. Dat is een 36-jarige man. Agenten vermoeden brandstichting, maar dat staat nog niet officieel vast. De brand heeft het huis in de Tuinstadwijk in de as gelegd. Hulpdiensten reden maandag even na middernacht naar de buurt om de boel te blussen. Er was toen niemand in de woning aanwezig. De bewoner werd dezelfde nacht nog opgepakt. Het Oegstgeester We Run For All team liep tijdens het Pinksterweekend voor de vijfde keer een van de langste non-stop estafettes ter wereld. De Europa Run. 519,4 kilometer van Parijs naar Rotterdam in 43 uur, 6 minuten en 21 seconden. Om zoveel mogelijk geld op te halen om de leefomstandigheden van mensen met kanker te verbeteren. Wat heeft het dit jaar opgeleverd? We hebben deze editie van de Europa Run hebben we nu ruim 24.000 euro opgehaald. Tellen loopt nog door, er komen nog allerlei donaties binnen. Dus we hopen eigenlijk dat het nog veel meer gaat worden. Maar voorlopig staat de teller op ruim 24.000 euro. Het geld maken wij als We Run For All over naar de Stichting Europa Run. En die besteedt het weer aan allerlei organisaties en doelen die de kwaliteit van leven van mensen met kanker gaan verbeteren. Dus dat moet je denken aan de inrichting van hospices, familiekamers in ziekenhuizen, projecten en cursussen voor mensen die kanker hebben. En daar geven zij het geld weer aan. En zo wordt eigenlijk het leven van mensen met kanker verbeterd. En daar hebben wij onze bijdrage aan geleverd. We hebben het ontzettend leuk gehad. Ook alweer zwaar, want je bent continu in de race. Maar we hebben gewoon een topteam. We hadden deze keer helaas twee uitvallers. Maar we hebben het als team geweldig goed opgevangen. En iedereen heeft daar heel goed zijn steentje aan bijgedragen. Ja, en dan kom je uiteindelijk over de finish. En dan heb je spierpijn, ben je moe. Maar dan is het eigenlijk gewoon, heb je een geweldige prestatie neergezet. Ja, iedereen is trots en blij. En dat zie je ook aan de foto's die wij op het eind hebben gemaakt van de finish aan. Dat is gewoon geweldig. Dus we hebben het leuk gehad. En een goede prestatie neergezet. Aan de Willem-Alexanderlaan in Leidendorp is een fiets- en voetgangersbrug geplaatst. Na de ochtendspits ging het werk van start. Het verkeer werd langs de werkzaamheden geleid. Was het een lastige klus? Ik denk dat ieder zijn werk weet wat hij moet doen. En als je er op elkaar ingespeeld bent, dan werkt het uitstekend. En het weer zit mee. Zon erbij, niet te warm. Mooier kennen we het niet, hè? De Signature Sculptuurweken zijn tijdens het Pinksterweekend in Leiden van start gegaan. Bekende en minder bekende artiesten traden op tijdens de Hofjesconcerten. In Hofjes, maar ook op andere plekken in de stad. Cultuurliefhebbers kunnen de komende tijd hun lol op. Ga voor een overzicht van alle activiteiten naar de website leiden.nl. Het is nu 10 jaar geleden dat basisschool De Hobbit 2 een nieuwe naam kreeg, de Hasselbraam. Dit tweede lustrum is in het gemeentehuis van Leidendorp groots gevierd. Waar de gehele school op visite kwam bij burgemeester Leila Driessen. Geweldig, zo 's morgens vroeg een hele school op visite hier in de gemeenteraad. Wat kan je je beter wensen? 10-jarig bestaan, wat betekent dat ook voor Leidendorp? Nou, 10-jarig bestaan van het Jenerplanschool. En je ziet, helemaal in de sfeer van Leiderdorp, in het Jenerplanonderwijs wordt alles uitbundig gevierd. Omdat de kinderen daarvan moeten meegenieten. En zo ook dit 10-jarig bestaan wordt uitbundig gevierd. En dat is fantastisch. Met de viering van 10 jaar Hasselbraam viert Leiderdorp ook 10 jaar Jenerplanonderwijs. Onderwijs waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat. Het is een andere vorm van onderwijs, dat zegt u goed. En het geeft ouders ook weer de mogelijkheid om bewust te kiezen. En als een kind 2 jaar is, weet je nog niet precies wat de toekomst gaat brengen. Maar wel wat past bij je eigen opvoeding als ouders. En dat is mooi als je daar een keuze in kunt hebben in het dorp waar je woont. Jenerplanonderwijs is dus anders dan regulier onderwijs.
Leerlingen uit groep 8 leggen uit wat er anders is. Het is gewoon heel gemengd en iedereen mag erop en het is ook gewoon heel erg leuk. Hier ga je wisselen van groep en je hebt meer contact met andere kinderen dan met je eigen groep. En bij mijn vorige school wist ik niet eens wie er boven me zaten, welke kinderen dat waren. En hier heb ik veel meer aandacht en vind ik het veel fijner. We hebben een stamgroep en een instructie. En in een stamgroep zit je met 6, 7 en 8. En in de instructie alleen maar met je leerjaar. Je kan zelf kiezen waar je mee begint, omdat je eerst in de instructie, daar krijg je les. En dan in de stamgroep heb je meestal nog niet alles af. En dan kan je zelf beginnen waar je mee verder gaat. Dat is leuker. Ja, het is veel fijner. Met het 10-jarig bestaan van de Hasselbraam mogen we concluderen dat Jena-plan onderwijs in Leiderdorp aanslaat en geslaagd is. Nou, ik ben trots. Ik ben 15 jaar geleden begonnen op de school. Toen heetten we nog Hobbit 2. Nou, je wil niet als schoolleider een school leiden die Hobbit 2 heet. Vooral dat tweetje deed het toe. En we hebben gekozen uiteindelijk met het team om de Jena-plan gedachten uit te dragen. En daar de opleiding voor te volgen. En toen zei ons bestuur dan ook een andere naam. Ja. Dus met ouders en kinderen hebben we de Hasselbraam gekozen. En dat is 10 jaar geleden. Ja, ja, dat is trots. Dat is, ja, ik ben blij. Ja. Dank u wel. En dan het weer. Het was een dag met veel bewolking, af en toe ruimte voor de zon en een middagtemperatuur van een graad of 14. Barbara van der Werf maakte voor ons een foto vanaf de Hoogkamerbrug in Voorschoten. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Er is nog steeds wat bewolking. Morgen weinig kans op zon. Het is iets warmer dan vandaag met temperaturen van een graad of 16. De rest van de week vooral bewolking, regelmatig een buitje en soms wat zon bij zo'n 15 graden. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Woensdagmiddag om 5 uur melden we ons weer. In de tussentijd houden we je op de hoogte via Unity FM op 105.7 FM en onze website unity.nu. Ik wens je nog een fijne dag.